Ja, goedenavond, dames en heren. Wat fijn dat u er bent. Mijn naam is Parvin Mirahimi. Ik ben programmamaker hier bij de Bali. Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden dat de kassa net vastliep en dat de cinefielkaarten niet konden worden gescand. Net op het moment dat het zo druk is. Ons verzoek, dat zou een geste zijn vanuit de cinefielkaarthouders, of jullie na het programma misschien jullie kaart nog zouden willen laten scannen. Het zou voor ons heel fijn zijn. Als u daar helemaal geen zin in heeft, begrijpen we dat ook, want dit was onze fout. Hij liep vast, hij kon het niet aan. Dat zou een heel flauw grapje zijn. Dat was het niet. Nogmaals, fijn dat u er bent vanavond in de Bali. 5 dagen naar Wereld Suïcide Preventiedag hebben wij hier een, vind ik, heel mooi programma. Een film van Susanne Hering, die enkele maanden geleden bij ons kwam en aan mijn baas Juri Albrecht vroeg: kunnen we niet iets met de film die ik heb gemaakt? Natuurlijk konden we dat. We hebben samen heel intensief samengewerkt. Susanne heeft een prachtig panel samengesteld. En nadat we de film van Susanne Hering, Voorland is Back, hebben gezien. De film duurt een klein uurtje. Zal niemand minder dan Koen Verbraak het gesprek leiden. Allereerst met Susanne, de filmmaakster. En daarna met niemand minder dan, u ziet ze al staan, Christa Ambeek, theoloog. Marianne Donner, schrijfster, publicist. Jim van Os, bekend psychiater, of psychiater kan ik eigenlijk gewoon zeggen. En Susanne zal natuurlijk ook in dat panel zitten. Ik ben altijd veel te enthousiast over onze gasten. Dan ga ik het allemaal heel erg zwaar en gezwollen brengen. Maar het spreekt voor zich. Heel erg fijn dat u er bent. Blijft u naar de film vooral zitten. Er is geen pauze. We gaan in 1 ruk door. Maar de film is niet al te lang. En daarna nog een uurtje gesprek. En dan om 10 uur kunnen we de cinefielkaarten gaan scannen. Dus dank u wel. En heeft u, nou ja, niet veel plezier, maar een mooie avond met Voorland is Back van Susanne Hering. Dank u wel. Doet hij het? Ik weet het niet. Ja, nu hoor ik wat. Ja, ik moet zeggen, Susanne, ik heb de film al 2 of 3 keer gezien, maar ik was toch wel weer heel erg onder de indruk, hoor. Je hebt echt iets heel bijzonders gemaakt. Hoe was het voor jou om dit zo weer op dit hele grote doek te zien? Ja, enorm groot. Nou, ik ben vooral zo... Ja, ze zitten er allemaal. Behalve mijn broer. Niet omdat hij anders rouwde dan wij, maar hij zit lekker op Samos. Maar ik ben zo trots op hun. Op mijn zussen en broer. Vind ik zo stoer. Maar ook op jezelf? Ja, jawel. Nou, ik vind het is, ja, dat verhaal valt op een gegeven moment een beetje in elkaar. Hè? Dus ik heb er heel lang over gedaan. En op een gegeven moment, in een maand, viel het in elkaar. Maar ja, dan gaat het verhaal van A naar B naar C en dan loopt het. En dan denk ik, oh, wat hebben ze dat fantastisch gedragen. Met z'n allen, wij met z'n allen. Het was wel een langdurig proces, hè? Moeizaam. Ja. Wat kostte het meest moeite voor jou? Nou ja, het begon eigenlijk met al die filmpjes van Annemartien. Ik wilde eigenlijk een soort een monument voor haar oprichten. Omdat Annemart was zelf ook erg... ze vond zichzelf wel mooi in beeld. Hè? Dus dat stukje van over die gesubsidieerde baan was een Melkertbaan bij Jazz Radio. Zei, mag ik de ruwe beelden op video? Want ik vind mezelf wel mooi in beeld. Gelukkig wel, want AT5 gooit altijd alles weg. Dus ik had die VHS-band. En ik dacht, ik wil aan iedereen laten zien hoe fantastisch ze was. En ze was ook gewoon een mens, hoor, die ons als mens baalde van alles en dat soort dingen. Maar ik dacht, ik wil haar laten zien. En toen heb ik allerlei hele sentimentele filmpjes gemaakt. Toen dacht ik moet bij mijn broers en zussen kijken. Toen heb ik in 2013 ze zelf geïnterviewd. En toen zei Titus, mijn grote vriend en buurman en deel van de familie, die zei, waarom vraag je niet de beste interviewer van Nederland, Koen Verbraak? Maar die kon niet en toen kwam ik. Die kon niet. En toen kwam jij. Ik dacht, nou ja, dan... En toen heb jij het gedaan. En toen kwam er een soort afstand. Toen heeft het nog 2 jaar gelegen, volgens mij. En jij hebt me ook heel vaak opgestuurd van, Susanne, ga er nou wat mee doen. En toen was het moment eigenlijk na 2 jaar, na de opnames, pas daar. Het heeft gewoon tijd nodig. De ondertitel is een zoektocht naar Annemartien. Ja. Heb je haar gevonden? Oh ja, dat is een goeie. Nou, ik...
Dat is heel gek. Ik ging vandaag even naar haar graf om te checken of ze het oké vond. En er kwam natuurlijk weer helemaal niks. En toen zei ik, Jezus, wat ben jij dood zeg. En toen zei ik, nou Annemart, ga je mee? Dat zeg ik altijd als ik wegloop. En toen deed ik, in de auto deed ik de radio aan. En toen was het nummer van de Simple Minds, Don't You Forget About Me. De jaren 80. Dat was Simple Minds, U2 was onze favoriete band. Dat ik, oh vuilak, ja, tuurlijk vergeet ik je nooit. Dus het is ergens, heeft dit hele project, ook met dit hier, heeft me haar wel een beetje teruggebracht. Ze is weer terug zoals ze was. Zoals ze eigenlijk was als mijn maatje. Ze is een stoere, gekke, leuke, onzekere vrouw. En niet iemand die in een psychose voor een trein springt. Voordat de krassen erop kwamen? Ja. Nou, de krassen door die zwaarmoedigheid, die overgevoeligheid, door haar. Wat is dat dan moeilijk om, als iemand zo eindigt, hè, om dan iemand los te zien van dat einde? Nu, dat is moeilijk, ja. Dat is heel moeilijk. Ja, maar ze komt een beetje terug. Voor mij. Ze komt nu echt een beetje terug. Ze is echt weer, dat ze naast me staat, dat ze zegt, Suus, ga het nou gewoon doen. Ik kan er altijd mee ophouden. Dus veel meer in haar zuivere vorm komt ze nu pas na 17 jaar terug. Het blijft fascinerend om te zien hoe jullie dat toch alle vijf anders verwerkt hebben. Ja. Hoe zou je dat bij jezelf benoemen, die verwerking? Hoe zou ik dat benoemen? Ja, ik ben toch altijd nog wel geraakt door wat Lisbeth dan zegt. Kijk, dat hebben we nog. Wat een goede timing. Ga ik even nadenken over. Nou ja, voor mezelf ben ik ontzettend aan de gang gegaan met die filmpjes, met haar beeld en met haar bij me houden. En er zijn allerlei theorieën. Dus mensen die aan het rouwen zijn, laat je niet gek maken door allerlei boekjes of theorieën. Ga gewoon alle filmpjes kijken die er zijn. Dankjewel. Dus het is een lang. Ik moest laatst voor een zaal met mensen die het net hadden meegemaakt. En ik dacht, oh wat erg, dat is 3 maanden geleden, wat erg. En het eerste wat ik zei tegen hen was, het is nu 17 jaar geleden, maar het wordt echt niet minder. Alleen je leert ermee leven. Dus het is wel een gat, maar het is ook, je doet het op je eigen manier. Dus ik was heel erg met haar dagboek. Er komt nog misschien een deel 2, dat ik gewoon Annemartien de movie ga maken. Dat heeft ze ook veel grappige dingen geschreven. En ja? Ja, het is een bijzonder fijn associatief. Ik herken daar heel veel in. Maar er is ook wel, heb ik het gevoel, een beetje een pak van je hart gevallen. Nou ja, ik denk dat. Ja, ja, ja. Waarom aarzel je? Nou, omdat dat lijkt alsof. Hè, dat is natuurlijk waar Friek en ik en iedereen van mijn familie denkt. Van, je hebt... Friek is Frederik, hè? Frederik, ja. Die zit daar ergens. Daar. Maar dat mensen zeggen, je hebt het nu een plekje gegeven. Daar word ik heel allergisch van. Dus niet dat het, ze heeft nu de ruimte gekregen. Hey, ze heeft nu de ruimte gekregen, eigenlijk. Dus het is niet dat ze een plekje heeft gekregen. Want ik was heel erg bezig, ze moet een plekje krijgen. Nee, maar dat zei ik ook niet. Ik zei dat er een pak van je hart gevallen was. Ja, laat ik er maar gewoon ja op zeggen. Nee, het is maar je twijfelt, want dat is niet zo. Nou, het klinkt alsof het hiermee klaar is. En ik wil daar niet klaar mee zijn. Ik ben nog niet klaar met Annemartien. Dus het klinkt het pak van je hart. Ja. Betekent, het is misschien een deel. Oh, je zegt ook, ze is dichterbij weer gekomen door de film. Ja. Hè? Dus je hebt wel met die film ook, die is deel geweest van een proces in jouzelf. Nou, dat zieke deel. Dus ook hoe we nou om moesten gaan met iemand die van een antroposofische kliniek mocht gaan fietsen. Die dan ons het grootste ellende in ons leven daardoor bezorgd. Die hele negatieve schil is er wel. Dat pak is er wel van afgevallen. Ja. Nu kan ik weer met Annemartien. De film is binnenkort op televisie te zien. Hè? Ja. Vertel even wanneer. 8 oktober bij de VPRO NPO 2 Extra. Zoek dat nog even op, want dat was vroeger Cultura 24. Dat is een zender waarin je. Nou, je moet het even opzoeken. NPO 2 Extra, 8 oktober om 20:30. Om 20:30. Ja. Heel goed. Wij gaan verder praten met 3 andere mensen die ik trouwens ook vast aan tafel wilde uitnodigen. Dus misschien kunnen jullie vast gaan zitten. Wij gaan verder praten met Jim van Os, Christa Anbeek en Marion Donner. Waarom wilde je deze 3 mensen aan tafel? Nou, ze gaan. Ja, aan tafel, ja. Jim van Os kende ik uit de literatuur en uit allerlei geschriften. Want ik ben wel onder mij op de Hoogtekerdijk is de brouwerij gekomen. En de brouwerij is een psychose kliniek
die het anders aanpakt. Je gaat aan een grote houten tafel zitten, er is een Boretti, fornuizen, je gaat daar meelunchen, je gaat daar yoga doen, je gaat, dat was oorspronkelijk van Jules Tielens, je gaat daar popmuziek maken. Hele andere manier van aanpakken. Wat wij bij Anna Martien heel erg hebben gemerkt was, die instellingen waren echt verschrikkelijk. Ze waren echt gesloten naar, behalve die laatste instelling helaas, die haar hebben laten gaan, de antroposofische kliniek was wel iets prettiger. Dus Jim staat voor iemand die vanuit de psychiatrie zelf het roer om wil gooien. Van het moet anders, er moet beter geluisterd worden. Ook iemand die je Anna Martien had toegewend, blijkbaar. Heel graag, ja. Maar ja, naast Jim zit Marjan Donner. Marjan Donner. En Marjan Donner heb ik uit de Parool interview en daarna haar boek 100 keer gelezen. Ik heb nog nooit zoveel bladzijden omgeslagen. Ja, het zelfverwoestingsboek, hè? Zelfverwoestingsboek. Allemaal kopen. Nou, en toen ik Marjan zag en las, toen dacht ik, dat is gewoon Anna Martien, maar dan nu. Met een soort moed om ook de maatschappij aan te klagen. Ik weet dat Anna Martien een keer in het Concertgebouw was ik enorm aan het hoesten vanwege, ik werd geëmotioneerd door de Matthäus-persoon. En er kwam een man uit Oud-Zuid, het establishment kwam naar me toe. Dus het VVD, het establishment uit Oud-Zuid, kwam naar me toe. U moet weg! En Anna Martien ging voor me staan en zegt, denkt u nou echt dat ze expres aan het hoesten is, meneer? Sorry hoor, maar ze heeft net zoveel recht om naar die muziek te luisteren als u. Zo stoer was ze. En ze stond met Waterloopplein-kleren aan. Zo. Het maakte er helemaal niks uit. Dus dat boek deed jou aan haar denk. Ja, en ook het durven aanklagen van de wereld om je heen. Zeggen, nou, als die baan, dat is dan ook een lul van de werkgever, dan ga je toch weg. En we hebben nog Christa Ambeek aan tafel. Christa Ambeek, ja. Ik heb jou wel gezien al bij Wim Brands. Heel veel boeken over overleven en rouw geschreven. Maar het Jozef en zijn broers, het boek wat jij als laatste hebt geschreven. Het verlies, nou ja, een ervaringsdeskundige op het gebied van verlies. Die heel goed het hele aardse van het spel met een kind en het verwerken van verlies aan elkaar koppelt in haar boek. En ik was daar heel erg door gegrepen. En mijn broer is theoloog en kende Christa goed. Dus ik heb met haar gesproken en ik dacht, ja, dit is een soort bijna verwante ziel. Maar dan die het gewoon zo prachtig in een groter geheel kan plaatsen als theoloog. Ook omdat wij vanuit ons remonstrants geloof met de dominee Lammeltrip. Heb je haar gekend of niet? Ja, ik heb een beeld van haar, ja. Die maar kleine zij is een generatie ouder, denk ik. Hè? Ja. Dus ze was al met pensioen toen ik, oh ja, een beetje, ik ben op latere leeftijd bij de remonstranten binnengekomen. Ja, precies. Ja. Dus zij is een beetje. Laten we om te beginnen, ja. Als jij nou even ondertussen de bestellingen opneemt bij ja, de mensen. Oké, het is nog opnemen. Ja. Nou, wat, Christa, ik ben heel benieuwd, hoe heb jij naar de film gekeken? Ja, nou, ik heb hem één keer eerder gezien. Nadat ik jouw broer had ontmoet, was er een link doorgestuurd. En ja. Toen heb ik hem ademloos zitten kijken. En ik net, ja, een mengeling van, dat ik dacht, wat heftig, wat recht voor zijn raap. Ook van hoe de emoties en de verschillen in emoties worden geuit. Ook recht voor zijn raap in dat de details niet worden gespaard. Ook over hoe zij is overleden en hoe stuk zij was. Vond je dat ook te expliciet of niet? Nou, ik had gehoord dat de tv enige terughoudendheid heeft om hem zo radicaal uit te zenden. En nou, eerlijk gezegd kon ik me daar iets bij voorstellen. Tegelijkertijd is, ja, het klinkt raar, maar het is de charme van zijn film, van deze film, dat het zo recht voor zijn raap is. Ja. Ja. Maar Jan, hoe heb jij ernaar gekeken? Mijn thema eigenlijk in het boek, in mijn boek wat ik heb geschreven, is heel erg, het is niet jouw schuld, het ligt aan de samenleving. Daar ben ik ook heel erg van overtuigd. En in depressie valt daar ook heel veel voor te zeggen. Maar als je zo'n film ziet, dan heb je daar natuurlijk eigenlijk helemaal niks aan. Want elk verhaal is ook weer zo particulier en iedereen doorgaat zijn eigen weg. Dus dat is heel goed om daar ook rekening mee te blijven. Ik ben eigenlijk benieuwd wat je ervan vond. Ja, mooi. Ja. Ik vond het heel mooi ook hoe de familie, zeg maar, samenkomt en elkaar in de verschillen vindt. Dat vond ik, en daar kracht uitput, dat vond ik heel mooi. En jij, Jim, hoe heb jij gekeken? Ja, we hebben samen gekeken thuis de eerste keer. En ik vond het echt huiveringwekkend en ook heel prachtig. En dat je ziet hoeveel werk iedereen individueel verricht, maar ook dat je het samen moet doen. En vroeger dat je elkaar samen erin moet vinden en dat het nooit af is. En dat de film zelf ook weer belangrijk is, 17 jaar na het gebeurde. Wat is dit nou een verhaal zoals jij dat als psychiater vaak tegenkomt?
Ja, in de zin van dat je meemaakt dat mensen zichzelf van het leven beroven en mensen achterlaten. En die dan een hele lange en moeilijke weg moeten gaan. Waarbij je zelf bedoelt, als psychiater gebeurt het ook vaak dat je patiënten verliest. Ja, ja, dat is de realiteit. En dan ben je in het begin, ga je iets aan met mensen. En dat is vrijwel altijd heel vervelend en heel moeilijk. En soms ga je een tijdje met mensen, reis je mee daarin. Maar uiteindelijk merk je dat mensen doorgaan en jou laten gaan. Het is zelf dat je een band houdt met mensen 10 jaar na dato, 20 jaar na dato. En dat je onderdeel wordt van het rouwsysteem, dat je daarbij iets kan bieden. Wat kun jij doen als psychiater, als iemand bij je komt en zegt, ik kan het niet meer aan? Het gesprek aangaan. Ja? Ja. En hoe doe je dat dan? Ja, het hangt vanaf. Dus waar het vaak op neerkomt is, als mensen hier terechtkomen, dan is dat niet zomaar. Daar is een heleboel aan. Met hier bedoel je? Dit stadium? Dat je begint met plannen te maken. Ja. Dus de gedachte doet zich heel vaak voor. Bij heel veel mensen. Maar dat je echt overgaat naar plannen maken. En dan dat je na plannen maken besluit of voelt dat je een drang hebt om die stap te nemen. Als je dan met mensen aan de praat komt, dan is het een kwestie van proberen te verleiden om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Want het is niet zomaar dat mensen daar met jou over in gesprek willen gaan. En het is ook heel moeilijk als ze niet met jou in gesprek willen gaan, om iemand anders te vinden die met de persoon in gesprek wil gaan. Voor familie is het vaak heel moeilijk. Horen misschien pas voor het eerst dat iemand daar al een tijd mee bezig is. Want een heleboel gebeurt in het geheim, in eenzaamheid. Zodat het nog niet gedeeld is. En soms vinden mensen het heel fijn juist om het te delen met je als psychiater. Maar heel vaak is het ook een kwestie van verleiden. En ook de manier hoe je erover praat is heel belangrijk. Ja. Marjan, heb jij ervaring met dit soort dingen? Met zelfmoord bedoel je? Ja. Of zelfdoding? Een oom van mij, de broer van mijn moeder, die heeft zelfmoord gepleegd. Iets van een week nadat hij met gedwongen pensioen ging. En zijn kinderen waren al het huis uit. En toen heeft hij er een eind aan gemaakt. Ja. En ken je hem goed? Ja, heel goed. Was mijn lievelingsoom. Was het een totale donderslag bij heldere hemel? Totaal, ja. Ja, nee, niet. Nee, nooit iets van. Nee. Ja, hij heeft dat ook heel drastisch. Nou ja, dat doet daar gewoon niet toe. Maar. Nee, dat was echt van de ene dag op de ander. En bij mijn familie, bij mijn moeder. En zij heeft nog een broer, ze waren met z'n drieën. Heeft dat dus een heel erg breuk veroorzaakt. Breuk? Want ze hebben het er nooit over gehad. Konden dat ook helemaal niet. Maar een breuk tussen wie? Tussen de nabestaanden, dus mijn moeder en haar broer die nog leefde. Omdat ze er niet over konden praten en elkaar daarna dingen kwalijk gingen nemen dat de een de ander niet had gebeld. En ik en mijn nichtje zeggen altijd, nou, heb het er eens over. Maar eigenlijk kan mijn moeder het er nog niet over hebben zonder te huilen. En het is al 20 jaar geleden zo. Christa, jij bent ook wel een echte ervaringsdeskundige, hè, als het gaat om suïcide. Deskundig is misschien niet helemaal het goede woord. Maar wel, ik heb wel. Dus mijn broer en mijn vader hebben zelf hun leven beëindigd. En de zus van mijn vader ook. En zijn moeder, ik beschrijf dat in mijn laatste boek, hè, die familielijn. Dus de moeder van mijn vader en zijn zus. Die heeft uiteindelijk is een natuurlijke dood gestorven, maar die heeft verschillende pogingen in haar leven gedaan. Ja. Maar dat is een enorme schok als zelfmoord zo rondwaart, toch? Zo vlakbij je. Ja, ik was me daar niet zo van bewust. Ik was vrij jong, dus dit is 33 jaar geleden. Dus ik was begin 20. En nu heb je het over welke zelfmoord? Van mijn vader en broer. Was dat kort achter elkaar? Het was vrij kort achter elkaar, binnen een jaar. En van mijn tante, dat was een 10 jaar eerder. En ik wist dat wel, dat zij dat zelf had gedaan. Maar
ja, ik was 12 en dat... Ja, jullie hadden ook die kinderen erbij, hè? Het is zeg maar hun tante in de film. Nou, in ieder geval was dat toen niet met die schok tot mij doorgedrongen. Later, mijn broer deed een eerste poging toen ik 14 was. En dat is een enorme schok geweest van, hé, dat kan dus. En, weet je nog wat er gebeurde die dag? Nou ja, ik was die nacht bij een vriend blijven slapen, want wij gingen af en toe naar het theater. En dat was in een ander dorp. En dan, ik was daar gebleven. Dus ik, en het was in die ochtend of nacht gebeurd. Dus ik kwam thuis en mijn broer lag in het ziekenhuis. En mijn moeder zei dat ze niet wist hoe dat kwam. En, terwijl ze het wel wist, nou ja, of niet? Ik, nee, maar ja, tuurlijk. En hij lag in coma. En 's avonds kwam mijn vader uit zijn werk. Die was kennelijk gewoon naar zijn werk gegaan. En er werd weer ontkend. Ja, we weten het niet. We hebben hem zo gevonden. Maar later op de avond... toen moest mijn vader heel hard huilen. En toen vertelde hij, heeft het zelf gedaan. Maar goed, die keer was het niet gelukt. Dat heeft nog 11 jaar geduurd. Wat voor invloed had het op jou als meisje? Oh, nou, toen, voor het eerst... ging ik eigenlijk nadenken over het leven. Ja. Ik was 14 en ik zat op de middelbare school en ik had vrienden en vriendinnen en ik sportte veel en dat was mijn leven. Maar vanaf die dag heeft een gigantische invloed gehad en ook... Op wat voor manier? Ja, dat de mogelijkheid is dat je dus gaat nadenken of je... wild leven. Dat was eigenlijk niet in mij opgekomen. En ik ging toch ook die vraag op mezelf betrekken. Dat wil ik dat wel ook leven? Een keuze is. Ja. En ook dat je dus... Maar ja, kijk, hij was 5 jaar ouder. En ja, ik keek echt tegen hem op. Ik was een hele mooie broer in mijn ogen. Had van dat mooie jaren 70, hè? Van die mooie lange haren. En hij was heel muzikaal. En dat iemand waar je zo... Ja... Nou ja, een beetje van... Dat was mijn lievelingsbroer. En dat je dan denkt... En dat hij dan eigenlijk... Best heel radicaal... Want het was niet... dat is trouwens met heel veel suïcidespogingen. Hè, die moet je altijd serieus nemen. Maar dit was ook op het nippertje niet gelukt. Hè, nou, nee, mijn hele leven stond totaal op zijn kop. Sprak je er met hem over? In die periode nog niet. En... Nou, nee, nog niet zo. Dat in, later wel, maar en op die leeftijd... En wat zei hij toen tegen? Later. Ja, later over sprak, ja. Het is eigenlijk altijd tussen ons eerst onuitgesproken en later echt uitgesproken. Dat hij mij vertelde dat hij op die manier zijn leven... dat hij zelf zijn leven zou beëindigen, maar dat hij nog niet wist wanneer. Dus dat hing als een zwaard boven je hoofd. Ja, gek genoeg, want dat vond ik eigenlijk in jullie film ook. Dat is het verschil eigenlijk. Op een hele diepe manier begreep ik het. Oh ja? Ja, gek. Dat is, hè, dus ik identificeerde me ook met hem. Maar ja, het was ook een soort gegeven van dit is zijn keuze. Jij snapt dat, Suzanne, want ik zie jou knikken. Nou ja, wij waren nog niet zo heel erg lang gewend aan Annemarts suïcide-gedachten. Dus dat was eigenlijk maar een maand of zo. En wat Jan-Paul ook zegt, is zeg je houdt er wel... Wij waren nog beginnelingen vergeleken met jou. In die zin dat jij tussen bij jouw broer zat er 11 jaar tussen. Dus je hebt tijd gehad om erover te hebben. Maar als ik meer tijd had gehad, dan had ik heel graag met haar erover gepraat. Van wat is er... Maar ik denk dat bij Anne-Martine, dat zullen mensen ze beamen. Op het moment, hè, Friek, dat ze zei... Ik denk er echt niet meer aan. Ze keek je aan. Zei, Suus, echt, Friek, echt. Het is echt weg. En dan was het misschien op dat moment ook echt weg. Dus het was lastig. We waren nog niet zo geoefend. En Anne-Martine zelf ook nog niet. Dus die... wij waren daar nog niet zo in. Maar als wij... En dat is natuurlijk als wij beter... ingelicht waren van dit is, hè, de psychiater zei wel, en begeleid waren, dan hadden we dat veel efficiënter of beter kunnen doen. Van we geloven je niet en ze wilden ook heel graag. Want ik zei op een gegeven moment tegen haar, in de kliniek mocht ze dan niet naar buiten zonder begeleiding. Ik zei, Jezus, Anne-Mart, het is wel kut. Ze zei, nee, het is wel fijn. Fijn, laat mij, ik wil niet alleen naar buiten.
Dus ja, hadden we meer tijd gehad, dan hadden we dat ook met haar kunnen bespreken. Dit is natuurlijk iets wat je heel vaak hoort, Jim. Dat nabestaanden zeggen, had ik maar dit en had ik maar zo. En zijn dat reële vragen? Nou ja, kijk, we hebben altijd de neiging om bij incidenten terug te gaan analyseren. En te kijken, een soort oorzaak te vinden. En dat lijkt heel logisch, maar het is eigenlijk veel moeilijker dan dat. En ons denken van dat alles verklaarbaar is, heeft daar ook mee te maken. Dus ik denk dat je ook mensen moet helpen het toeval te zien. En dat dingen niet voorspelbaar zijn. En niet altijd liggen aan een beslissing of zelfs een gedachte. En dat er niet altijd iemand de schuld heeft ook. Ja. En dat is ook een beetje de samenleving waar we in zitten. Is dat altijd iemand de schuld heeft en dat het altijd verklaarbaar is. En deels is dat natuurlijk een hele goede gedachte. En is het ook de taak bijvoorbeeld van de kliniek om te kijken, is dit iets waar we van kunnen leren en dat we beter kunnen doen? Maar als nabestaande is het natuurlijk ook heel moeilijk om te zeggen, heb ik de laatste 40 jaar het wel goed gedaan met mijn familielid? En als je dat helemaal stap voor stap wil gaan ontleden en er iets in vinden waar jij tekort in bent geschoten, dan maak je het jezelf te moeilijk. Ja, want tegelijkertijd wordt ook vaak gezegd dat zelfmoord ook een hele agressieve daad is tegenover de achterblijvers. Hè? Het is natuurlijk een verschrikkelijke opgestoken vinger naar de mensen die achterblijven. Nou ja, dus of beschuldigende vinger, zo kun je het ook zien. Dus die kan van allerlei dynamiek omheen natuurlijk achteraf in lezen, jegend alle mensen. Maar het gaat allereerst om de persoon zelf natuurlijk. Ja. Dus dat je die gesten naar jezelf neemt. En agressie speelt zeker een rol, maar vooral jegens de persoon zelf. Maar het heeft te maken met het niet langer kunnen verdragen, de situatie of de emotie waar je in zit. Daar heeft het vooral mee te maken. En dan is altijd het verhaal dat het niet gaat om een niet meer willen leven, maar niet meer zo willen leven. Ja. En wat dus heel belangrijk is, en dat is altijd moeilijk om natuurlijk waar het om gaat, is dat de persoon, als hij erover gaat praten, en andere mensen weten er ook van, dat je een perspectief gaat ontdekken hoe je voorbij die ondraaglijkheid komt. Dat je anders gaat verhouden tot bijvoorbeeld de somberheid of tot de stemmen die je opdrachten geven. Dat is allemaal mogelijk. Maar het is heel moeilijk beïnvloedbaar en maakbaar. Het is echt een ingewikkeld proces over de tijd. Ja. Want als je dat in cijfers moet uitdrukken, hè, van de 100 mensen die zich bij jou melden omdat ze het niet meer redden, hoeveel kun je er daarvan echt weer op het goede pad zetten? Ik bedoel, wat vermag de psychiatrie? Dat is een goede vraag. Dus wat we weten heel veel niet, want een heleboel mensen die worstelen met suïcidaliteit, die zijn niet in behandeling of die melden zich niet. Ze weten dat er 1% van de mensen in een jaar een poging onderneemt en dat 25% van die mensen snel daarna nog een poging onderneemt en dat het een groot risico is dat ze zich suïcideren. Wat de impact is van de hulpverlening weten we niet, maar wat wel bekend is, is dat als heel veel mensen komen langs bij een hulpverlener. Het kan een huisarts zijn, of het kan een informele hulpverlener zijn, een pastoor. En daar waar het gesprek lukt, daar waar het boven tafel komt en mensen daar het gesprek over beginnen, zie je dat het risico vermindert. En daarin zit dus ook een belangrijke boodschap. Want het gaat niet alleen om de GGZ, het gaat over ons allemaal. In hoeverre wij in een vroeg stadium het gesprek aan durven te gaan met iemand. Dus dat betekent dat we daar allemaal een verantwoordelijkheid in hebben? In wezen wel, ja. Ja. Want mensen vinden het natuurlijk doodeng om aan iemand te vragen, denk jij wel eens aan zelfmoord? Hè? Want wat ontketen je wel niet? En wat moet je dan doen als iemand ja zegt? Ja, ja, gelukkig is het zo dat we tegenwoordig, hè, dat wordt al onderwezen op de middelbare scholen, dat het een mythe is dat vragen naar suïcide dat in de hand kan werken. Weten heel veel mensen ook. En eigenlijk gaat het over met elkaar het gesprek aangaan als er pijn is, als er psychisch lijden is, dat dat verstandig is en dat je dat niet moet uitstellen, dat je dat gewoon moet doen. Doe jij dat, Marjan? Sorry?
Ik zat hier helemaal... Nou ja, spreek jij mensen aan waarvan je denkt, daar gaat het niet goed mee? Nee. Nee? Moet ik even heel hard denken of ik dat... Nee. Nee, volgens mij... Kom je ze niet tegen of doe je het niet? Jeetje. Nee, ik had wel een vriendin die wel ook aan depressies leed. Maar dat... Maar ja, daar konden we wel over praten. Maar het was niet dat ik dat instigeerde. Want dat vind ik dan toch te eng om te doen... voor het geval dat ze er net op dat moment geen zin in heeft. Maar ja, het is gewoon heel lastig. Nou ja, dat weet iedereen. Suzanne, wat wil je zeggen? Nou ja, nee, het is grappig. Omdat inderdaad, jouw boek is inderdaad wel zo van... Hè, het is een wond die in de samenleving slaat. En we zijn eigenlijk allemaal verantwoordelijk. Dus, en het is ook, en ik begrijp jou ook. Ik ga ook niet, ik moet heel vaak denken van... Ik ga even stoppen en toch diegene aanspreken. Maar voordat je dat doet, dat is een tweede. Dus ik doe het ook niet snel. En wat jij ook zegt, herken ik ook. Je wil iemand niet uit zijn comfortzone halen. Dat je denkt, oh, we zitten gezellig te kletsen, laat maar. Weet je wel, dat gaat wel goed. Dus daar zit hem ook volgens mij de kneep. Dat je denkt, laten we het gezellig houden en daar niet over hebben. En dat hadden we bij Anne-Martien ook. Op het moment met die laatste kerst dat we samen vierden. Van, laten we dan godsnaam maar een kalkoen in de oven gooien. En gezellig over hoe we dat gaan doen. Dan zijn we tenminste daaruit. Snap je, je wil niet heel de tijd daarin. Dus dat je toch omtrekkende bewegingen maakt. Ja, omdat je denkt, oh gelukkig, nou ze heeft het over de kip die de oven in moet. Of de kalkoen. In ieder geval, dan was je blij. En dan heeft ze tenminste niet meer, hoeven het daar niet meer over te hebben. Ja. Jim, weet jij nog de eerste keer dat een patiënt van jou zelfmoord pleegde? Ja, zeker, ja. Wat herinner je daarvan? Ja, dat was in Frankrijk. Daar was ik in opleiding. En dat was een psychiatrisch ziekenhuis dat echt een beetje het toppunt van de oude verwaarlozing was. Ik herinner me dat er was een jong iemand die was opgenomen. En voor de 30ste keer daar. En het was al zoveel routine geworden dat eigenlijk nauwelijks werd gesproken. Veel te weinig werd gesproken. Want men dacht, dit is weer de vaste routine. Het gaat die kant op en niemand heeft eraan gedacht om te vragen... Of het anders zou zijn dan de 30ste keer dan de 29ste keer. En wij zijn die persoon toen verloren. Wij zijn die persoon verloren? Ja, dus het team. Ja. En, betrok jij dat jezelf aan? Ja. 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 Want wat had je wel beter moeten doen? Nou, ik denk dat wij gewoon zaten te slapen. Dus dat je denkt van... Het was een opname, het was in de nacht. En dat je denkt van, nou, we doen het gesprek morgen wel. En dat komt wel. Terwijl je moet dus niet... Iemand komt altijd om een reden weer om hulp vragen. En dat je dan dus één moment van onachtzaamheid kan een leven betekenen. Wendt dat ook? Hoort dat ook gewoon bij je vak dat mensen af en toe niet te redden zijn? Nou, iedereen die in de zorg werkt, in een ziekenhuis werkt, is natuurlijk, het is een heel raar bestaan. Want je verliest voortdurend allerlei mensen met wie je gesprek hebt en met wie je een zorgrelatie hebt. Die verlies je. Dus ik denk dat mensen die in een ziekenhuis werken, in de psychiatrie werken, die hebben wat dat betreft een zeer vreemd bestaan. Want als dat niet wendt, dan word je heel ongelukkig. Dus je moet met elkaar daarover kunnen spreken. Betekent dat ook dat je uit voorzorg niet hecht aan mensen met wie je werkt? Dat kan voorkomen, ja. Maar het is geen goede strategie. Want dat helpt uiteindelijk niet. Je moet echt, als je geen zin hebt meer in relaties met mensen, dan kan je ook niet meer het verschil maken. Dus het is wat dat betreft lastig. Want het kan natuurlijk heel aantrekkelijk zijn om te zeggen, nou, ik sluit mezelf gewoon af en ik doe mijn ding. Maar dan word je ook niet meer, heb je ook geen plezier meer in je werk. Nee. Jij zei daar straks, het is helemaal niet raar om aan zelfmoord te denken. He, dat gebeurt best vaak. Is dat niet zorgwekkend dan, als je daar aan denkt? De mens denkt aan de dood, dus dat laat gegevens zien. Hè. Dus in Nederland denkt 10% van de mensen in een jaar aan de dood als oplossing. Maar dan in de zin van lekker rustig als ik er niet meer ben? Of echt, ik wil dood?
Ik wil dood. Ja? Ja. Ja. En dus het is natuurlijk... ons zijn is een zijn naar de dood. Dus dat is ook... Je moet je tot de dood verhouden. En als je vooral in moeilijkheden komt en er gebeurt iets met je... dan kan je aan de dood gaan denken als een oplossing. En wanneer wordt dat nou zorgwekkend? Wanneer wordt dat pathologisch? Het is nooit pathologisch om te zeggen van wanneer is het ziek en niet ziek. Dat is niet handig om het zo te bekijken. Want we zijn allemaal somber en we denken allemaal wel eens aan de dood. Maar wanneer? Je kan er wel ziek van worden. En dat is wat anders dan te zeggen het is een ziekte. Dus je kan ziek worden van somberheid en dan dat de dood een oplossing lijkt. En dan is de vraag, ga ik daar met iemand in gesprek over komen zodanig dat hij me kan helpen om eruit te komen? Maar die gedachte op zichzelf is niet raar. Nee, denken aan de dood is niet raar. Doe jij dat zelf wel eens? Hoe ouder ik word, hoe vaker ik aan de dood denk, ja. Ja, maar meer getalsmatig van ik ben al over de helft. Of ook, ik zou dus ook wel dood willen zijn. Niet de dood als oplossing, want ik ben pathologisch optimistisch. Maar ik denk het denken aan de dood en dat je afscheid moet nemen en los moet laten, daar moet je op tijd mee beginnen. Maar dat is meer realist zijn en weten dat het leven ophoudt op een dag. Ja. Dat je dan eigenlijk in die doodswens van je patiënten je eigenlijk niet kunt inleven? Ik kan me soms heel goed inleven in de doodswensen van mijn patiënten. Ja. Maar niet dat je het ooit op je eigen leven betrekt? Ik denk als ik in een situatie zit, bijvoorbeeld dat... een hostiele stem je elke dag het leven zuur maakt en zegt dat je een einde moet maken aan je leven, dat je echt geen moment daar... Ja. Dan kan ik mij heel goed voorstellen dat ik zo'n stap zou maken. Maar niet vanuit het bestaan dat ik nu heb. Maar ik kan me wel voorstellen dat als de vanzelfsprekendheid onder je bestaan vanuit, als dat onder je uit wordt getrokken, en dat is vaak wat je hebt als je psychose hebt of als je heftige verslaving hebt, dat als die vanzelfsprekendheid weg is, dat die gedachte van de dood als oplossing heel dichtbij kan komen. Want jij zei dat je dat wel overwoog, hè, als meisje. Dat je in elk geval over de opties nadacht. Ik kon het begrijpen van mijn broer, terwijl ik hem toen echt niet als psychiatrische patiënt zag. Ik zag wel dat hij leed, hè, dat het een heel sensitief iemand was. En ook in andere fases in mijn leven... Dus ik vind het toch een tamelijk normale... Maak die zin eens af, je zegt in andere fases van je leven. Heb ik, ja kijk, er zijn in mijn eigen geschiedenis, ik heb een dochter. Hè, en mijn eigen geschiedenis brengt met zich mee dat ik denk, of het gevoel heb, ik kan het haar niet aandoen. En dat zijn hele periodes geweest dat de belangrijkste motivatie was om door te leven. Terwijl ik volgens mij niet zwaar depressief was. Ja. Maar een soort... levensgevoel van, En eigenlijk ook een soort vrijheidsgevoel. Ik zou die keuze kunnen maken. En ja, misschien ga ik hier straks regelrecht naar de inrichting. Maar Jan? Nee, als een soort nooduitgang. Nee, niet als nooduitgang, niet eens, maar meer... Kijk, ik heb ook een boek geschreven met Ada de Jong. Zij heeft bij een bergongeluk haar man en 3 kinderen verloren. En we hebben het er vaak over gehad. En het was voor haar bijna een soort houvast van ik hoef dit leven niet te leven. Ik ben niet verplicht, niemand kan mij dwingen. En ja, dus er zit niet alleen een pathologische kant aan een zelfdodingsgedachte, maar ook een enorme vrijheid. En niemand kan mij dwingen om te doen wat ik ten diepste niet wil, want ik kan uit dit leven stappen. Maar met die gedachte in je achterhoofd doe je het dan niet, zeg maar? Nou ja, goed, ik heb ook periodes gehad dat ik bang was, want er zit ook iets in. Kijk, er zit iets triggers aan. Dit is een beetje een filosofische bespiegeling bijna, hè? Maar aan die zelfdodingsgedachtes. Je kan ermee gaan flirten. Is ook bekend, hè, van schrijvers. Dat er een aantrekkingskracht in die vrijheidsgedachte zit. En vooral als je leven... Kijk,
Ja, ik vind het tamelijk uitzonderlijk om te horen dat je zo tevreden bent met je leven, dat je nooit die gedachten hebt. Ik heb het toch regelmatig dat ik denk, nou ja, zeg, die mensen op mijn werk zijn vervelend. Ik heb vrij regelmatig gehad van, nou ja, ik weet niet, ik sta niet te juichen en te springen. En ik heb een periode, in periodes van rouw, en ik heb een burn-out, een ernstige burn-out gehad. En met name in die burn-out was het voor mij moeilijk. En omdat ik zo besef had wat ik mijn omgeving zou aandoen, dacht ik, mijn god, ik hoop dat ik niet zo'n impuls heb zoals jullie over je zus praten. Ja, ja. Van, voor je het weet, ga maar op zo'n station staan. En, of ga in je badkamer staan met een goed scheermes. Weet je, binnen een paar seconden ben je er niet meer. En de last van het leven is zwaar. Ook als je niet heel zware stoornissen hebt. Laat staan als je wel zware stoornissen hebt. Ja, maar dat is het gevaarlijke van het flirten. Hè? Dus, als je inderdaad zo'n hele erge, zwaarmoedige natuur hebt, of depressie, dat je, als je dan gaat flirten of je denkt, en het is wat Corine ook zegt in de documentaire, hè? Dat is misschien ook, hè, dat lijden, wat jij ook zegt, dat je elke dag stemmen hoort, je moet het doen, of je bent zo, wat Corine ook zegt, 24 uur per dag voel je zo in slaap niet. Er is geen poli. Er is geen, hè, laten we er een keer een coma leggen dat ze dit niet hoeft door te maken. Dit is af en toe ook wel te erg. Maar inderdaad, dat je het kan zien, filosofisch, als een soort van, dat kan prettig zijn. Maar als je de zwaarmoedigheid hebt om daar, dan is het heel gevaarlijk ook. Wat zorgde er in die periodes die je net beschreven ervoor dat je dat toch niet deed? Bij mij, hè, want de laatste periode is nog niet zo lang geleden, een paar jaar geleden. Nou, eerlijk gezegd, ja, dat waren toch. Ik heb een zus en ik ging elke dag met haar een rondje door het bos. En ik kon vertellen hoe ik me voelde. En we hadden het ook gewoon over andere dingen. En dat was één hele belangrijke. En een andere belangrijke was toch dat ik een dochter heb die inmiddels een zoontje heeft. En ik, ja, omdat ik zelf, ja, ik voel mij toch belast, ook al, hè, heb ik veel begrip voor de keuze van mijn broer, in zekere zin ook voor mijn vader. Maar ik weet wat je een volgende generatie aandoet, of ja, aandoet, het is niet, maar meegeeft. Dus het is ook, ja, een beetje gevoel van, houd me vast dat ik niet ook die stap maak. Maar de impuls van anderen was dus belangrijk. He, om je aan de goede kant te houden. Nou, maar dan, en dan eigenlijk niet eens per se hele zware gesprekken, maar gewoon dat rondje door het bos. Elke dag weer, hè, een uur. Marjan, wat wil je zeggen? Ja, dat toch wel een verschil is. Want ik denk dat we, het is niet zo dat mensen die het wel doen, zelfmoord plegen, dat die minder van hun kinderen houden of broers of zussen. Het is, dat wou ik gewoon even aantekenen. Want het is lastig om te zeggen van, ja, die gedachte kan je ervan weerhouden. Maar er zijn natuurlijk toch mensen die het dan, ja, toch wel doen. Nee, dus dat bedoel ik ook. Ik bedoel er niet iets veroordelends in. Maar wat mij, je vroeg net iets, over de impuls van buitenaf of mensen zich, nee, met je, maar over dat een ander eigenlijk een vinger naar je opsteekt. Hè? Als, ja. Zo van, ja. En dat ben ik helemaal niet, zo heb ik het nooit gevoeld. Nee. Maar wat ik wel heb gevoeld, en dat is bij mijn vader, toch heel sterk, jij bent niet belangrijk genoeg om te blijven leven. Ja, als nabestaande voel je dat natuurlijk heel erg. En dat erg, is nooit zo dat hij, dat, hè, als hij zich dat had gerealiseerd, zou hij het waarschijnlijk niet hebben gedaan. Maar dat is wel de boodschap die je aan je kinderen geeft. Maar is dat niet, al is het ongewild. Maar is dat niet de ziekte? Of als, dat je dat dus niet, dat je denkt dat je zo onbelangrijk bent, dat mensen misschien niet meer, ja, van je houden of zo, dat je het voor hun niet hoeft te doen. Dat hoort volgens mij. Ja, daarom dus. Maar het is ook geen verwijt. Hè, nee, maar het is meer waar ik dus mee heb moeten leven. Dus toen mijn dochter geboren werd, was er geen opa. Toen ik promoveerde, niemand. En elke keer weer, van wat je ook doet,
zijn eigen sores was belangrijker. Ja, toch een beetje hard klinkt dat misschien. Ja. En dat is niet in de zin van verwijt, maar het is wat je meedraagt. Ja, vond je het ook eng om moeder te worden? Dat je dacht, nee, dat vond wat ik niet geef ik eng. Door? Of? Nee, helemaal niet. Want kijk, bij mij was het zo. Ja, dus mijn moeder is in diezelfde tijd ook overleden. En op het moment dat ik hoorde dat mijn broer overleed, kreeg ik de impuls, ik wil een kind. Dus ik heb gewoon gekozen voor het leven. En geen seconde over nagedacht. Pas toen zij er was, dacht ik, wat heb ik gedaan? Oh ja? Ja. Heel goed. Ja, dat is een goed moment. Ja. Want toen dacht je, nu moet ik ook echt blijven. Nou, dat niet meer. Maar ik dacht, ik kan zelf niet leven. Hoe kan ik het haar nou leren? En hoe heb je dat dan gedaan, Christa? Ja, gewoon met vallen en opstaan. Ja? Een kind wordt toch ook vanzelf groot. Ja. Ja. En zij heeft jou misschien ook alweer dingen geleerd? Nou ja, op een gegeven moment dacht ik, ja. Ja, zij heeft mij naar het leven getrokken. Ja. Ja. Heb je daar met haar over gepraat, over dit soort dingen? Nou, ze leest mijn boeken, maar... Ah. maar niet van moeder tegen dochter, zeg maar. Nou, zo open zoals wij dat nu... Nee, niet op die manier. Maar sommige dingen heb je het misschien maar niet over. Nee. Dan maar die kalkoen in de oven. Ja. Jim, moet je mensen er altijd van weerhouden, koste wat het kost? Nou, kijk, als iemand niet wilsbekwaam is, dan is het antwoord ja. Want we hebben met elkaar afgesproken. Dus soms zijn mensen door de psychose zo overvallen dat bijvoorbeeld als je een stem hoort die zegt, doe dit. Dan moet je mensen echt tegenhouden bij wet als ze niet wilsbekwaam zijn. Dat wil zeggen dat ze niet de beslissing kunnen nemen die ze normaal zouden genomen hebben. Dus dan altijd. En daar zitten grijze gebieden natuurlijk. Maar goed, laten we dat even. En dan zijn er andere gesprekken die je hebt met mensen. En dat gaat veel meer over, tuurlijk is het een optie. De optie is er. Je kan uit het leven stappen. Maar zijn er andere perspectieven te bedenken. En dat je de mensen de optie laat. En dat vinden mensen dan ook vaak fijn, dat ze die optie hebben. Dat je daarover kan praten. Maar dat je het ook hebt over andere perspectieven. En dat is veel meer een perspectief van verleiden. En niet van acute interventie met alles wat erop en aankomt. En psychiatrie, et cetera. En hoe gaat dat dan? Wat zeg je dan tegen zo iemand? Wat je zegt is... En dat is vaak moeilijk om in de praktijk te brengen. Ik ben er. Je kan me bellen. We kunnen in gesprek blijven. En we gaan samen een tijdje optrekken. En als mensen zeggen dat wil ik niet met jou, dat je dan probeert iemand anders te vinden met wie ze dat willen doen. Krijgen ze jouw nummer, jouw 06-nummer? Soms wel, ja. En dan kunnen ze ook 's nachts bellen? Kunnen ze 's nachts bellen, ja. En dan kom je? Dan neem je de telefoon op. Ja? Ja. Oh, maar dan ga je niet er naartoe of... Want ik heb de naam Bram Bakker viel net. Ja. En er wordt wel eens een beetje honend over hem gedaan. Maar ik weet wel van mensen die mij vertelden, mijn dochter leeft nog, omdat Bram gewoon om 2:00 s'nachts zei, waar ben je dan nu? En ik kom er nu aan. Dus ik denk dat klinkt wat raar, maar dat grensoverschrijdende soms in de relatie kan... soms iets goeds teweeg brengen. Maar je moet ook op jezelf letten. Want het is dat gaat jou te ver, zo. Hè? Dat gaat jou te ver, zo, die aanpak. Nee, maar met hoeveel mensen, hoe vaak kan je dat doen? Ja. Dat is natuurlijk wel waar elke hulpverlener over moet nadenken. Dat je vaker op stations bent dan in je eigen huis, zeg maar. Ja, en het geldt ook voor de neurochirurg die heel goed kan opereren. Ja. En die dingen kan die anderen niet kunnen. Soms zul je toch iemand anders moeten laten opereren. Joost Swageman was ervan overtuigd dat er iets als een zelfmoordgen bestond. Althans, daar zocht hij naar. Heb jij daar wel eens van gehoord en bestaat dat? Ja, dus we hebben. Dus het korte antwoord is: alle menselijke gedragingen hebben een zekere mate van genetische invloed, die meestal zwak is. En die alleen maar tot stand komt in interactie met de omgeving en 1001 toevalsfactoren. Dat is de mens. Dus er zijn zwakke probabiliteiten. Die je vanuit de genetica naar het gedrag, waar je in de praktijk niets mee kunt. Het lijkt mij goed om de laatste 20 minuten u ook nog de kans te geven om iets te vragen of op te merken. Parmin gaat een microfoon pakken. En als een van u iets wil vragen, steek dan even uw hand op. En gaat u even staan, dan kunnen we zien waar u zit.
Ik zie tot nu toe nog niemand. Nou, ja, daar achteraan, mevrouw. Dat wordt even lopen, pardon. Ja. Alleen vragen, geen statements. Misschien kun je even gaan staan, dan kunnen we zien wie je bent. Ik vond het een bijzondere film. Sorry, ik kan je niet verstaan. Doet hij het niet? Ja, nu ja. Ik vond het een heel erg bijzondere film, dat wil ik eerst zeggen. En mijn vraag nu is, jullie ouders, die mis ik. Ja, dat is inderdaad een keuze geweest. Ze zaten er wel in hoor, in het bandje natuurlijk. Mijn vader was al overleden, mijn moeder leefde nog. Maar die was al vrij in de war, zeg maar. Dus ze heeft wel de dood van mijn zusje meegemaakt, maar dat heeft ze nooit helemaal binnen kunnen laten. Want ze was nog in rouw om de dood van haar man. Dus mijn vader heeft het niet meegemaakt en mijn moeder is 2 jaar later overleden. Maar het is absoluut een punt. Want er zit een stuk in het interview dat we het aan mijn moeder vertellen. En over moeders kun je nog een aparte film maken. Want mijn moeder heeft het blijkbaar toch ergens wel ook gevoeld dat dit zou kunnen gebeuren. Dus, maar ze was net niet meer zo bij om dat helemaal te kunnen beseffen. Dus dat waren mijn ouders. Ja. Was je ook blij dat ze het niet meer hebben meegemaakt? Ja. Nou, mijn vader vooral. Want mijn vader heeft zo zijn best gedaan. Hij heeft zo zijn best gedaan. En zo ons moed ingesproken. En ook dat bandje ging ze naar Zuid-Amerika. Dan ging ze 9 maanden in eentje met de doos lithium naar Zuid-Amerika. Dus had wel lithium bij zich. En door de meditatie dacht ze dat ze het zonder medicatie kon doen. Verdomde meditatie. Maar, en hij heeft ontzettend veel contact gehouden met de behandelende. Die was echt, dat was vreselijk voor hem geweest, ja. Mijn moeder kon daar in haar staat toen wel redelijk mee omgaan, maar ze vond het doodzonde, maar het kwam er niet echt meer binnen. Nee. Want jouw vader was ook nog eens een keer huisarts, ja. Hè? Had hij beroepsmatig de neiging om zich erin te mengen? Maar ook wat Jan-Paul heel goed zegt, van het komt wel goed. Het komt wel goed, we gaan het. Maar hij was wel ongerust, hij was wel echt ongerust. Ik denk dat hij. Zeker, maar ik moet bij zussen met Friek. Ik denk dat, en Corine, ik denk dat papi wel echt het gevaar heeft gevoeld dat dit had kunnen gebeuren. Maar heeft hij niet echt met ons gedeeld. Maar hij was wel echt zocht contact met de behandelende artsen. Toch? Ja? Corine, die we in de film ook zagen. Ja, hallo. Nee, ik denk dat hij zeker wel bewust was van dat gevaar. En dat hij zich ook wel regelmatig zorgen maakte over Annemart. En als je hem ook dat bandje hoort inspreken, dan voel je ook wel een beetje dat hij het zichzelf oplegt. Dat hij heel veel vertrouwen heeft dat ze het goed doet. Dat hij dat ook graag, heel graag zo wil voelen. Maar dat hij toch ook wel, denkt dat hij toch ook wel bang was. En als mijn vader natuurlijk als arts, dat hij zich, kan ik me heel erg herinneren, in het begin dat Annemert de eerste psychose had, heel erg ook emotioneel geraakt was. Maar zijn manier om ermee om te gaan was ook wel heel erg zich op het medische richten, zoeken in de boeken en met collega's praten wat je eraan kon doen en zo. Maar ik denk dat hij wel zeker ook wel bang voor is geweest dat dit zou kunnen gebeuren. En denk ik ook, Frederik? Ja. Jij wou ook wat zeggen, Frederik, of niet? Nee. Oh. Wat is dat nou? Heb je bij het maken van de film, behalve dat het voor jezelf een zoektocht was, ook nog een bedoeling gehad dat je dacht, dit moet het losmaken bij mensen die ernaar kijken? Sorry. Ja. Nee. Ik heb het eigenlijk. Ik wilde eerst de psychiatrie aanklagen. Ik wilde eerst van allerlei andere mensen erin doen. En uiteindelijk heb ik hem gewoon gemaakt om het verhaal te vertellen. En uiteindelijk dacht ik, toen ik het zag, dacht ik, troost. Dit moet troost bieden aan de mensen die het zien. Ja. En troost het jouzelf ook? Voor mezelf ook, ja. Op wat voor manier? Nou, dat je toch en dat is ook een beetje waar we het over hadden met het eten en waar we het ook waardoor we hier bij elkaar zitten. Dat je door die verbondenheid, wat Jim bindt en wat Marjan ook zegt in het boek en Christa ook, is
En het is een ontzettend vaak misbruikt woord, maar door die verbondenheid, die onderlinge verbondenheid, wat jij ook zegt bij Wim Brands in de boeken, die onderlinge verbondenheid die er altijd is, die komt eigenlijk alleen maar naar voren als er zoiets verschrikkelijks gebeurt. Dan staat iedereen met een pan soep voor de deur, terwijl je die in 6 weken nooit kan spreken. En die staat in één keer met een pan soep voor de deur. Alles kan in één keer. Het universum valt samen om jou heen. Niet alleen om jou te behagen, maar elkaar ook. En na 2 weken is dat weer voorbij. Terwijl je denkt, ik verlang soms wel eens weer naar die tijd. Heel gek. Ja, bijna wel. Dat je denkt, oh, ja, dat klinkt heel raar. Maar die verbondenheid die eigenlijk de normaal moet zijn, is er alleen maar op dat soort momenten. En ik vind het heel fijn om die film heel vaak te zien. Dat ik denk, ja, het is er. En hoe lang heeft die verbondenheid stand gehouden? Wat bij ons? Ja, nou ja, gewoon die je nu schetst. Die is er nog steeds. Tussen jullie? Tussen ons, ja. Toch? Ja. Maar ook, want je zei mensen die elkaar... Of je bedoelt strikt jullie gezin? Nee. Dat is die pannetjes soep, die zijn dan wel weer weg. En dan moet je weer heel lang wachten tot er weer een eetafspraak komt, ja. Ja? En dat is het vervelende van die maatschappij. Ja. Je moet weer door. Ik zag die reclame van... Sorry dat ik even weer afwijk. Maar dat je reclame van die telefoon waar je mee kan betalen... en door staat daaronder. Dat ik denk, hoezo en door? Rustig, praat eens even met die en door. Weet je wel? Nou, is zelfmoord natuurlijk steeds, lijkt het steeds bespreekbaarder. Hè? Er zijn ook steeds meer bekende mensen die zeggen dat ze psychische problemen hebben. Is dat een goede ontwikkeling, vind jij, Marjan? Ja, ik ben daar een beetje dubbel over. Omdat wat je ziet is dat het vooral inderdaad heel veel beroemdheden bespreekt, de psychische problemen die ze hebben. Brad Pitt heeft een depressie gehad en Lady Gaga heeft, ik weet niet, bipolar geloof ik. Maar meestal is het natuurlijk als het voorbij is. Want op het moment zelf is het een beetje moeilijk om het te bespreken. En heeft het toch vaak, krijgt het een soort overwinning, survivor verhaalachtig iets. Dat je daar dus sterker uitkomt en dan nu sinds... Maar weer Brad Pitt aan te halen. Maar er zijn er heel veel die dan beter weten waar het in het leven om draait. En het wordt dus bijna een soort badge of honor of zoiets. Wat je sterker moet maken. En dan is het, dat is dus heel erg nuttigheidsdenken. Maar ja, het destigmatiseert natuurlijk ook. Want je ziet dat beroemde mensen dat ook kan overkomen. Ja, dat is waar. Maar ik vraag me af, dat zit ook nu eer in de film, dat zij heel moeilijk bereikbaar is. En met alle liefde die ze om haar heen heeft, dat ze toch zegt, ik voel me dood van binnen. Dus ik weet het niet hoor. Dat is alleen, ik weet niet zeker of dan het bespreekbaar maken, oké, dat is goed. Maar de nadelen daarvan, dat het dus een soort iets waar je weer iets mee moet doen en iets uit moet halen wat nog meer druk eigenlijk legt mocht je een depressie hebben. Weet ik niet of dat helemaal tegen elkaar opweegt. Maar wat zou je dan wel moeten doen? Want je zegt in je leuke boek dat je niet jezelf zozeer moet veranderen, maar het systeem. Ja. Oh, daar ben ik al. Maar in het opzicht van depressie, wat moet er aan het systeem veranderen dat je wat minder... Want in het boek heb ik niet veel over verbondenheid gelezen. Anders dan Suzanne zegt, geloof ik. Maar wat moet er veranderen? Ja, leuk dat je het vraagt. In mijn boek gaat het heel erg over... Ik vind dat we een verantwoordelijkheid hebben met z'n allen... voor een samenleving waarin depressie zo een grote belangrijke aandoening is geworden... En in mijn insteek is het dat deze samenleving nou niet heel erg gelukkig maakt voor mensen. En dan, om maar iets heel kleins te noemen. Eenzaamheid is een heel groot probleem in deze tijd. Er zijn allemaal technologische ontwikkelingen waardoor die eenzaamheid ook groeit. Bijvoorbeeld de zelfscankassa hebben we nu. Waardoor dus mensen nog meer minder praatje maken. Dan is er ergens in Den Bosch, hebben ze dan nu een initiatief om die eenzaamheid aan te pakken. En dat is dan de kletskassa. Waar iemand achter de kassa zit. En dat is dan dus een innovatie om eenzaamheid aan te pakken. Dat soort dingen zie je echt heel veel in de samenleving. Dus al die tendensen waarin we eigenlijk steeds meer op onszelf... allemaal in concurrentiestrijd eeuwig verwikkeld zitten. En dan wat labmiddelen. Dus ja, ik zeg het systeem in de hele samenleving moet veranderen. Dat is niet heel makkelijk.
Dat zie ik niet als je in een depressie bent, dat je dan denkt, dat ga ik eens aanpakken. Maar dat is dus onze collectieve verantwoordelijkheid. Dat, daarachter wil ook volgens mij iemand iets vragen. Mevrouw of meneer, ik kan het niet zien. We krijgen dat boek toch allemaal? Toch? U krijgt het voor 18,50. Oh. Ja. Nee, u wil iets vragen? Ja, ik ben onder de indruk van de film. Ik ben zelf mijn broer en mijn vader verloren door zelfdoding of suïcide of zelfmoord, what the hell. En het is fijn om dit zo te kunnen zeggen, want we doen er even heel doodgewoon over. Maar waar ik van onder de indruk was jullie verbondenheid tussen de zussen en de broer. Hoeveel er nog over is van een familie. En ja, eentje uit de roedel is weg, maar met elkaar hou je het in leven. Je herdenkt iedere 7 februari. Mm-hmm. Dat vond ik eigenlijk zo prachtig. En ik zelf ben daar heel alleen in. Want ik heb geen broer of zussen meer. Nee, dat is klopt. En mijn moeder kreeg een nieuwe vriend. Nou ja, dus het is echt aan diggelen. En ik vroeg me toen af, misschien heeft de mevrouw, de theologe... Christa, ja. Die heeft denk ik ook een andere ervaring als nabestaande. Als in zo'n gezin 2 mensen binnen 1 jaar wegvallen. Maar er was nog een zus over. Je hebt nog een zus en een broer. Maar ik keek ook, dat was de eerste keer dat ik de film zag en vanavond opnieuw, dat dat bijzonder is. Dat je überhaupt zo'n film kan maken met elkaar. Dat niet tot slaande ruzie leidt. En dat ze allemaal mee willen doen. Maar ook dat er zoveel beeldmateriaal is. Het is heel herkenbaar, want het is ook een jaren 60, 70 gezin. Ja, ja. Dus heel vertrouwde plaatjes. En ik heb dus nog een broer en een zus. En we gaan er heel verschillend mee om. En wij gedenken, het zijn 3 mensen weggevallen uit ons gezin, dus we gaan dat niet gedenken. En, speelt het nog een rol? Jullie hebben het er nooit meer over. We hebben het, het wordt een beetje bizar, maar het graf moest geruimd worden, want het was 30 jaar geleden en toen hebben we het erover gehad of we dat zouden doen of niet. Jeetje. En was het graf van je vader? Of van alle 3. Van alle 3? Van mijn vader en wat hebben jullie gedaan? Gewoon een handtekening gezet. En het is verder niet over gehad. En het is geruimd. Ja. Ja. Maar dat geeft iets aan hoe verschillend dat kan zijn. Maar tegelijkertijd, ja. Ik durf niet per se te zeggen wat beter is. Nee, want ik denk ook wat die mevrouw zei. Ik heb ook eerder zo'n vertoning gehad. Dat ook een jongen naar me toe kwam die zijn broer had verloren. Wat moet ik doen? Want ik heb dat niet met mijn broers en zussen. En dat zou ik ook tegen die mevrouw willen zeggen. Probeer ook probeer je eigen familie te creëren, zeg maar. Dat klinkt een beetje zweverig, maar ik werkte toen, of ik werk daar nog steeds bij AT5... en toen heb ik een mailtje gestuurd van jongens, 1 ding, ga niet vragen stellen... maar het enige wat je hoeft te doen als ik in de lift stap is hand op mijn schouder zeggen wat kloten. En ik hoef verder niks. En iedereen deed het. Je kunt mensen echt instrueren. Je kunt zeggen, mag ik met jullie, met een aantal vrienden, 1 keer in het jaar... gewoon genadeloos over mijn vader praten. En dan wil ik alles kunnen bespreken. En mensen zijn zo blij als je ze helpt. Want het is zo moeilijk. En op een gegeven moment vroeg 1 collega, hoe lag ze erbij? Toen zei ik, niet zo lekker na die trein. Toen was het heel naar van mij om dat te zeggen. En die jongen zat helemaal in shock. Ik zei, sorry. Dus het is heel erg zoeken naar die balans. Maar ik heb wel gemerkt dat als je mensen zegt van of vraagt of... Het is best lastig, hè? Want je zus en je broers kom je nooit meer wel af. Hè? Soms wil je er ook echt wel vanaf. Want zo heb het niet altijd heel leuk dat je denkt, rot toch op. Maar je komt er nooit meer vanaf. Dat is maar een groep hele goede vrienden. En die hoeven niet eens je vader gekend te hebben. Maar dat je gewoon schaamteloos over je vader mag praten. 1 keer in het jaar met een fles wijn en een bord spaghetti. Dat mag je jezelf wel gunnen. Ik hoop dat u iets hebt aan dat advies, mevrouw. Oh, ja. Meneer, u wil je ook iets vragen? Is goed. Ik heb een heel ander soort vraag. Judith heet ik. En ik heb in mijn familie ook heel gelukkig niet mezelf, dat ik me wel veel met depressie te maken. En ik vraag me al heel lang af. Ik heb wel mensen om me heen die zichzelf gedood hebben. En ik denk toch bij de keer dat ik het meegemaakt heb, vaak van dat is een impuls geweest. Wat jij eigenlijk ook vertelt in de film. Maar bij jou is het heel anders geweest. Want dat wist je eigenlijk al 14 jaar van tevoren van... Dus ik vraag me af, kun je daar iets over zeggen? Hoe
die verhouding ligt ongeveer. Is daar iets over te zeggen? Aan wie vraagt u dit? Christa. Ben je naam? Christa. Van Os. Die van Os. Oh, Jim. Van Os. Ja, dus het is een beetje een klinisch woord, maar daar weten we best wel wat vanaf via wat ze noemen psychologische autopsieën. Dus dat je hebt natuurlijk mensen die het na kunnen vertellen en je kan ook proberen na te pluizen. En eigenlijk best wel vaak vertellen mensen die het overleefd hebben dat het een hele bruske verandering kan zijn. Van het ene moment op het andere. En het is vooral als er stemming bij betrokken is of als er psychose gevoeligheid bij betrokken is, dat mensen heel snel binnen een uur opeens in een staat kunnen komen die niet te voorzien was en ook niet gewenst was. En het is niet zozeer impulsiviteit is ook wel iets, hè, maar impulsiviteit heeft vaak te maken van was er gebruik van alcohol of drugs, want dat maakt ook dat de impuls opeens veel makkelijker kan ontstaan. Maar vaker is het dat onder invloed van stemming of stemmen die plots in frequentie toenemen of in intensiteit toenemen, iemand tot iets komt wat een paar uur geleden nog helemaal niet te voorzien was. Dus dat komt veel vaker voor dan we denken. Ja, nou ja, wat meespeelt parallel, en dat is het verwarrende, is dat de dood als oplossing bij ernstig psychisch lijden ook over de jaren ontstaat en waar mensen mee soms troostvol mee kunnen zich omverhouden. Het kan ook heel troostend zijn dat je die optie hebt. Maar dat is een soort parallel proces die maakt dat die verandering in fertiele omgeving opeens kan optreden. Meneer, ik heb u gezien, maar ik wil even tussendoor iets aan Jim vragen. René Dijkstra heeft wel eens gepleit voor autopsie, hè, van het brein van zelfmoordenaars, om te kijken of we daar iets aan kunnen aflezen. Ja. Is dat een zinvolle suggestie? Ik vrees van niet. Nee, kijk, ik zeg dat niet licht, maar het is zo dus de wens om de biologie te verbinden, de genetica en de biologie te verbinden aan menselijke gedragingen, dat is natuurlijk begrijpelijk en dat moeten we ook zeker doen. Alleen de manier waarop we het doen nu heeft gemaakt dat we de afgelopen 40 jaar niets zijn opgeschoten met betrekking tot stemming, psychose, suicidaliteit. En het heeft dus het basale hersenonderzoek à la Dick Swaap fantastisch. Maar de manier waarop we het proberen te verbinden aan complexe gedragingen, dat gaat verkeerd. Dat moet je kan het niet omdraaien dat je kan kijken naar het brein van iemand die dat dus heeft gedaan en kijken wat daar anders is dan in een normaal brein. Ja, dus dat doen we de hele tijd en dan vinden we iets. Maar het probleem is dat niemand het kan repliceren. Dus we vinden iets en we rapporteren het, maar het zijn valse bevindingen. Omdat je naar 100.000 dingen kan kijken in het brein. En er is altijd wel eentje waarvan je denkt dat het een signaal geeft met betrekking tot suïcide bijvoorbeeld. Dus dat maakt niks duidelijk uiteindelijk? Het maakt niks duidelijk, nee. Meneer, u wil wat vragen. Ja, het was mede naar aanleiding van Marianne Donner. Ik heb toch in mijn leven heel veel, ik ben zelf arts en ik heb ontzettend veel mensen meegemaakt die uit lichamelijke en psychische ziektes toch een nieuwe weg hebben weten te vinden. En het probleem wat ik wel vaker hoor is, als het dan niet gelukt is, heb je dan niet goed je best gedaan of ging het fout? En dat suggereert het ook een beetje. Ik denk dat we moeten leren discussiëren over het feit dat er een factor is die in jezelf of ligt, of groter dan jezelf. En dat het de een, om wat voor reden ook wel of niet lukt, maar op het moment dat je gaat zeggen, het is allemaal buiten jezelf. Of op het moment dat je kan zeggen, er zijn ook geen mensen die er goed uitkomen, dan sluit je een stukje gesprek, dialoog met elkaar af. Ja. Ik vind het een beetje defensief. Ja, nou, ja, dat kan. Nee, ik ben het daar heel erg mee eens. Natuurlijk, niks is ook zo eenzijdig. En wat ik zeg is meer, gaat in tegen een dominante discours nu eigenlijk, waar altijd alles bij jezelf ligt. Maar ik vind toch dat je nu, ook in dit gesprek zie je bijvoorbeeld de schuldgevoelens die nabestaanden kunnen hebben, lijkt volgens mij enigszins op de schuldgevoelens die mensen die tot de daad komen ook hebben. Of lijkt, maar dat zijn schuld, die hebben ook schuldgevoelens omdat ze denken dat het hun schuld is dat ze het leven niet aankunnen.
Of dat ze nou weer, ze nog steeds niet is gelukt, ondanks... Ik denk dat we in deze neoliberale tijden, waarin het zo erg over eigen verantwoordelijkheid gaat, het gevolg daarvan is een enorm hoeveelheid schuldgevoelens die nog komen bovenop de natuurlijke. Want natuurlijk voel je je als nabestaande schuldig. En daar wil ik eigenlijk iets tegen inbrengen. Zonder te zeggen, nee, het is helemaal niks. Je bent gewoon een speelbal, je hebt niks in de hand. Want dat denk ik natuurlijk ook niet. En ik denk inderdaad, sommige mensen hebben absoluut... kan je dingen leren van een depressie. Het wordt een probleem als dat een soort opdracht wordt. Van je moet iets leren van een depressie. En daar neigt het nogal eens toe. Maar ik wil niet zo rechtlijnig of eenduidig zijn. Maar wat we wel kunnen vaststellen, wat jij net zei... Het is niet de bedoeling dat we alle verantwoordelijkheid naar de zorg schuiven. Maar wij hebben zelf allemaal verantwoordelijkheid, hè? Zei jij daar straks. Ja, dus wat je ziet, wat heel goed kan werken... zelfs bij ernstig psychisch lijden... is een aanpak, bijvoorbeeld zoals je ziet bij een herstelacademie... daar kan je binnenkomen. Dat is een academie, dat is een herstelomgeving... die wordt gerund door mensen die suïcidaal of psychotisch verslaafd zijn geweest. En je kan er gewoon binnenkomen en zeggen, ik ben suïcidaal, ik ben verslaafd. En dan gaan zij niet de ambulance bellen om jou gedwongen op te nemen. En dan zeggen ze, nou, neem een kop koffie. En als je wil, over een kwartier begin ik een opleidingsgroep. Want we zijn hier van de opleiding. En die gaat over, waarom zou ik 's ochtends mijn bed uitkomen en me niet suïcideren? En als je interesse hebt, kan je meedoen. Dus dat is een heel ander model, waarbij je direct appelleert ook aan de persoon zelf. Maar je laat ook zien, I was there, wat een soort inspiratie geeft. Die anders is dan, ik ben een psychiater en ik zeg dat jij nu opgesloten moet worden. Dus dat kan heel goed werken. Het is wel risicovol werken. Dus dat is dan ook tegelijkertijd iets heel interessants. Want er is geen verbetering vaak zonder dat je risico neemt. Alleen, we zijn het risicoloze werken wat we, en de verantwoordelijkheid en de schuld maakt dat we vaak veel te weinig risico nemen. De herstelacademie. De herstelacademie. Ja. Jan Mokkerstorm, die helaas een paar maanden geleden is overleden van 113 Online... die zei altijd, het zijn 1800 mensen die het doen per jaar in Nederland, zelfmoord plegen. Dat moet terug naar nul. Is dat haalbaar? Ja, dus ik denk dus dat is een mooie gedachte, maar je moet ook oppassen. Want de Wereldgezondheidsorganisatie zei dat ook. Hè. Die zei, tegen het jaar 2000 hebben we een 15% reductie in het aantal suïcides wereldwijd. Dat zijn er 1 miljoen. Maar door zo'n target op te leggen, dat ga je niet halen. En dat is dan heel frustrerend. Want dan ga je jezelf ook iets aanpraten van dat alles in het leven voorkombaar is. En dat er nooit zoiets zou kunnen gebeuren. Dat is niet waar. Het hoort ook bij het leven. Het hoort ook bij het leven. Dat klinkt bizar. Maar premature dood door ongelukken, door verslaving, ongezond gedrag en suïcide, die hebben allemaal met elkaar te maken. En premature dood is ook iets van de mens. Dat moeten we ook accepteren. Ja. Ik vond het heel bijzonder en fascinerend om met jullie gepraat te hebben. Dank jullie wel daarvoor. Ik wil je nogmaals bedanken voor je mooie film, Suzanne. 8 oktober was het, of 9 oktober? 8 oktober. 8 oktober kunnen we op televisie zien. NPO 2 Extra. En nog voordat jullie gaan, want ik heb dit een beetje samen met Parwin bedacht. Maar ik heb ook even een cadeautje voor jullie. We hebben namelijk wat mooi in het boek van Marion Donner staat, is dat we ook met al het sporten en gezond en alcoholloze, hebben we ook de roes nodig. Wat? Er is iemand die ongelooflijk graag haar vraag wil stellen. Oh ja? Ja, en jouw zus wilde ook nog iets vragen. Nu wordt natuurlijk... Oké, heel goed. Dan zet ik het hier neer. Maar, heel goed. Ik schakel. Ik heb het helemaal niet gezien, maar gaat u gaan. Ja. Sorry. Ja. Nee, dat is helemaal waar. Ja. Dus ik geef toch nog even heel kort die microfoon. Heel goed. Nou, het is niet dat ik het heel per se wil zeggen, maar ik wilde eigenlijk aanhaken op wat die dame daarboven zei. Ja. In verband met surrogaat familie zoeken voor steun. Ik wilde even vertellen dat je ook groepen hebt die steun geven aan nabestaanden van suïcide. En dat ook een optie kan zijn om in gesprek te gaan om steun te vinden. En mijn korte vraag was aan Christa Anbeek of zij dat ook heeft gedaan voor haar verwerking. Nee, ik heb dat niet gedaan, want ik was er allergisch voor. En dat
is een vooroordeel. Ik wilde helemaal... Kijk, bij ons was het nogal in 1 jaar 2. Ik wilde er gewoon vandaan komen naar het leven toe. En ik was 24 en ik heb me gewoon volop op mijn studie gestort. En op het leven. En ik wilde niet met andere nabestaanden te maken hebben. Dus ja, misschien dat ik daarom 30 jaar later mijn huiswerk deels over moest doen. Dat zou kunnen, hè? Want die burn-out was gerelateerd toch aan die gebeurtenissen. Maar dit is de manier waarop ik het heb gedaan. En ik kon het niet anders dan zo. En dan het slotwoord van de zus van Suzanne. En dan laat ik het af. Ja. Ja. Nou, fijn dat ik het laatste woord mag hebben. Nee, maar Suus, ik wou eigenlijk zeggen, nogmaals dank voor wat je hebt gemaakt. Ik vond het echt heel erg mooi. En wat jij zegt op de vraag van Koen, van wat is het doel, hè? Dat jij zegt het is troost. Maar voor mij is het ook wat ik, waarom ik er onder andere heb meegedaan, is dat het moet ook taboe om, om dat eraf te halen. Want ik merk in de mensen om mij heen, zeker in het begin, dat ze na 2 maanden zeiden, zo, het is wel weer genoeg, hè? Dit heeft je zus gewild. Dus ik begrijp niet waarom je zo er nog over wilt hebben. En dat dit kan helpen, dat mensen zien dat het zelfs na 17 jaar nog zoveel verdriet kan opbrengen, dat dat troostend is. Dus dat taboe vind ik wel van groot belang, dat ook wordt doorbroken. Dat is dus eigenlijk geen vraag. Wel een mooi compliment, hè? Ja. Nee, maar ik geef alleen de panelleden een flesje wijn. En ik heb krachtig en vol en soepel en zacht. Dus jullie mogen zelf kiezen welk het is na dit gesprek wat je het liefst wil. Ik dank dat jullie is niet interessant voor je. Alle 4 in elk geval hartelijk. En ik dank u ook vanavond voor uw komst. En hopelijk tot een volgende keer. Dank u wel.